Beste jongens en meisjes, in dit filmpje kijken we naar de mogelijkheden van jullie @ovp.be-adres. Van zodra je bent ingelogd in Google, kan je je browser personaliseren. Je kan dit doen door tabs die je graag gebruikt vast te zetten. Ik kan bijvoorbeeld op mijn Scroll tab gaan staan. Ik kan daar met 2 vingers op klikken, krijg dan weer een drop-down menu en ik kan deze vastzetten. Als ik deze vastzet, wordt het een klein icoontje aan de linkerkant van mijn tabbladen en kan ik dit ook gemakkelijk vinden. Deze is dan niet direct te sluiten en je kan er altijd naartoe. Er is natuurlijk nog een andere manier om jullie browser te personaliseren en dat is met het gevolg van de bladwijzerbalk. Deze zie je hier. Op dit moment staan er al Google en Scroll op, maar laat ons eens kijken hoe we ook Smart Scroll kunnen toevoegen aan deze bladwijzerbalk. Je gaat naar de Smart Scroll tab en je gaat rechts de 3 bolletjes selecteren. Dan zie je hier als 6e optie bladwijzers en ik kan een bookmark, dat is het Engels voor bladwijzer, toevoegen voor dit tabblad. Ik doe dit nu, ik kan deze naam geven die ik wil en ik druk op klaar en jullie zien het, ik heb ondertussen mijn bookmark gebruikt. Deze bookmarkbalk, bladwijzerbalk, kan je overal gebruiken van zodra dat je ook op een Windows computer inlogt met jouw @ovp.be account en synchronisatie aanzet. Hierover heeft meneer Schalkens een heel instructief filmpje en via de link kunnen jullie dit gemakkelijk bekijken.